Wat is het mooiste moment in dit seizoen behalve kampioenspelen? Ah ja, ik wou dus al zeggen kampioenspelen. Dan ga ik eigenlijk voor het eerste match. We wisten helemaal van niks, hoeveel volk dat er ging zijn. En ineens is het bekende heel dat stadion vol. En we wandelen dat veld op en die maken een kabaal. Dat kun je niet geloven. En dat was dan het mooiste moment na kampioenspelen. Hoe voelt het om kampioen te zijn? Ja, ik denk dat je dat moet meemaken voordat je eigenlijk kunt zeggen wat dat is. Ik denk dat je dat aan niemand kunt uitleggen, en zeker niet in deze. En voor 12.000 man, oké, het zat eraan te komen, maar op het moment dat de kampioenenmatch eraan komt en je komt 1-0 voor, 2-0 voor, ja, dan gaat alles los en je wint die match. En ja, dan gaat alles los en dat is een vreugdeuitbarsting van een heel seizoen hard werken en ja, dat komt in één moment samen. Vind jij dat er een goede teamsfeer zit in Beerschot Wilrijk? Ja, dat is ook ons kracht. We hebben de beste groep dat er bestaat. Wij komen allemaal overeen en dat is de kracht ook van onze spelersgroep. Hoe denk jij over de supporters van Beerschot? Dat zijn de beste die er zijn. Ik bedoel, en ik heb het dan niet alleen over de beste van de provincie, maar zelfs de beste van het land. Ik denk, hetgeen wat hier mogelijk is, de eerste provinciaal zoveel supporters, dat is in geen enkel andere club mogelijk, ook niet in standaard en andere rechten bestaan niet. Ik denk dat het alleen hier kan en ik vind dat echt enorm knap. Hoe denk je dat het volgend seizoen zal verlopen? Laat ons hopen hetzelfde als nu. Het zal nog moeilijker worden dan dit jaar. Maar laat ons hopen gewoon hetzelfde als nu.